Inderdaad, daar staan we weer. Kom hier. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 7 december 2022 en het is nou net 1:15 geweest. Ja, ik ben al een tijdje wakker, maar ik heb pijn in mijn onderrug, dus lopen gaat moeilijk. Ik heb Ro aan de telefoon, dus die gaat zo meteen de hondjes uitlaten. En dan, ja, ik ga zo meteen weer richting Den Helder, jongens. Ja, dat moet ook weer gebeuren, ja. Dus daar ben ik mij dus nu ook druk voor aan het klaarmaken. Dus ik wens jullie gewoon weer heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, nou ik zit in de auto. En of ik mij top voel? Nou nee, dat kan ik niet zeggen. Want vandaag weer een klote nieuws gehad, jongens. Echt, daar word ik niet zo vrolijk van, zeg maar. Nee, daar word ik niet zo vrolijk van. Zo, eerst even naar achter rijden. Toppie. En ik heb concept voor mijn neus. Rijschoolauto. Maar ik ben pleiten. En ja. 11 november ben ik geopereerd, zoals jullie weten. Toen is ook mijn lieftallige schuin onderbuurvrouwtje overleden. Waar ik het op de dag nog steeds moeilijk mee heb, jongens. Op de dag nog steeds. Mogen jullie best weten. Ik heb er echt heel moeilijk mee. Daar ga ik weer, sorry. Maar gisteren is haar kleinzoon overleden. Ja. Dus ook dat kan er nog wel weer even bij. Oeh, hè, ja. En dat gaat hier even niet in de koude kleren zitten, zeg maar. Want die jongen, die was, dat ik hem net leerde kennen, was hij onwijs verliefd op mij. Maar ik heb hem afgewezen. Kun je nagaan. Dus ja, en dat even binnen. Twee maanden tijd of zo binnen. Ja. Het is onwerkelijk gewoon. Dus ja. Het is niet even leuke dagen nu op dit moment. Dus daarom heb ik ook Sinterklaas niet gevierd. Ik vier kerst niet. Gewoon niet. Gewoon. Ik heb er helemaal geen zin in. Maar wel gewoon om voor jullie leuke content te maken. Maar dit komt er ook gewoon wel weer bij. In januari heb ik een gesprek en met de ondersteunend psycholoog, weet ik veel, en van de huisarts. Dus dat zou namelijk deze maand al zijn, maar dat is dus niet doorgegaan omdat ze zelf ziek is. Dus dat kan er allemaal nog wel weer even bij. Ja, en of het leuk is? Nee. Maar oké, ik ga nu wel even mijn kop en bij het verkeer houden, want ik kan nou niet janken vanzelf, hè. Dus dat ga ik dus nu even doen, jongens. En dan zien jullie mij zo meteen wel weer. Yes, oké. Tot strakjes. Lekker eventjes een tegenlicht opname. Maakt helemaal niet uit. Ik ben wel lekker goed gemutst. Lekker warm. Heerlijk. Oh, zalig. Maar ik zeg net tegen Ro, want ik heb 106,4 erop zitten. En ik heb nog 190 in de tank. Maar Ro, die registreert dat dus niet. Dus Ro, die zegt dus van, joh,
Dan heb je wel heel veel hard gereden. Tank hem dan eens een keer vol, dat zeg ik. Maar hij verstaat dus, verstond, 106. Nee, ik zeg 606,4. Maar ja, maakt niet uit. Maar we staan er weer om te tanken. Dus ik moet eventjes u wachten. Ik kreeg al een duimpje omhoog. Eerlijk. Oh, 48XR PS. Vakgarage staat of nieuw wetering. Ik ben zo autistisch als ik weet niet wat. Want ik moet en zal hier pomp 5 moeten hebben. Echt. Dat zeg ik. Pompje nummer 5. Ja. En ik ga even alles gereed maken. Mijn telefoon er weer uithalen. Ideaal. Mijn eigen sleutels er even bij halen. Mijn telefoon pakken. Jullie erbij houden. Ook helemaal leuk. Helemaal top. En dan pak ik gelijk weer deze appje erbij. En ik neem jullie gewoon even mee naar buiten toe. Ja, ja, inderdaad, daar staan we weer. Moet even de app even doen. Pomp nummer 5, zoals altijd. Het is hier een beetje rumoerig, maar dat maakt niet uit. Geeft helemaal niks. Ik werd er net al een beetje, nou ja, uitgelachen wil ik niet zeggen. Maar... oh, lekker man. Ja, lukt dat? Ja. Ik heb een beetje last van de zon, jongens. Heb je 95? Ja, die gaan we erin knallen. Zo, en totdat die weer gewoon vol is, lijkt me een hele goeie. Totdat die weer vol is. Ja, ik ga gewoon weer door. Helemaal leuk. Helemaal top. Iedereen die zit naar me te kijken. Vind ik leuk. Waarom ook niet? Middag. Lekker zonnetje, ja. Ik heb hier een hele mooie truck naast me, een oranje. Ja, ook leuk. Nee. Ja joh. Gaan we weer lekker vol tanken, die handel. Helemaal geweldig. Ben je nou het streamen of zo? Nee, ik vlog. Je vloggen? Ja. Je vloggen? Ja. Dat gaat vannacht op YouTube? Nee, dat, en dat staat over en over een week op YouTube. Okay. Als je mij volgt via mijn Insta, heb je daar een link. En dat wijst naar mijn YouTube kanaal. Dat gaan we je dagelijks verleven. Ja, klopt. €70 weer kop af, jongens. €70, hoe dan? Helemaal geweldig. En helemaal top. Kijk, check dit, hè. Gewoon €70 weer, kijk. En bijna 40 liter erop. Dat weet ik of jullie ze kunnen zien, hè. Hé, 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 kijk, 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 kijk. Ja, dat dus. Hoi, kom hier. Hoi. Oh, moet jij er ook weer bij met je dikke snuit? Kom eens hier. Leed, kom eens hier. Lady! Hé, hey, lady. Leed, kom eens hier. Kom hier. Waar is mijn mama? Hallo, koekoek. Hi. Ga je lief doen voor papa? Ga je lief doen voor papa? Knuf, kom hier. Hi. Ga zitten. Ga zitten dan. Ga zitten dan. Ga zitten dan. Ga zitten. Ga zitten dan. Jij gaat altijd zitten. Zitten. Goed zo. Papa daar, hè? Jij papa daar, hè? Ja, en dan? Wat moet jij dan? Wat moet jij dan? Nou, wat wil je er ook bij? Met ga zitten dan. Oh, 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 oh. Jij bent lief. Jij bent lief. Ja, en jij bent ook lief. Nee. Wat is? Wat is? Drentel. Ja, mama gaat nog even naar de wc en dan gaan we weg. Lighten. Zo, hallo. Dat was je staat. Hoi.
Tata, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten. En dat ga ik ook doen. Dus, vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan. En even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.